anderhalf gesneden ui. Dit is sambal batjak. Dit is een eetlepel. Dit zijn twee bouillonblokjes. En twee theelepels trassie. In dit geval doe ik er een varkensfiletlapje in. Die heb ik half bevroren. Heel klein gesneden. Maar er kan ook kipfilet in. Die is in vieren gesneden, door de lengte. Als je hem zo snijdt, dan kan je hem heel makkelijk onder de kraan passen. De meeste van zit namelijk aan deze kant, aan de groene kant. Ja, het bosje zo vast, onder de kraan en spoelen maar. Daarna snij ik het in kleine stukjes. Van de gebruikte olie, kijk. Die ga ik dadelijk eraf halen. En die gaat weg. Er gaat nu nog een klein beetje wit van de prei in. Het vet is inmiddels afgegoten. Laat ik heel zachtjes nog even doorzudderen zo. Zodat het iets schuim wordt. Een rode paprika schoonmaken. Die komt er eigenlijk ook nog bij. Nu zitten er kleine blokjes gesneden rode paprika bij. Dat ik ook heel even mee zullen we nog. Ik heb nog steeds het groen van de prei heb ik nog staan. Dat gaat er eigenlijk als allerlaatste door. Ja. Nu gaat er een klein beetje ketchup manis gaat er doorheen. Moet wel zoete zijn. Dat is lekker hierbij. Ik gebruik altijd van het merk A. Dat is erg lekker. En dan vervolgens gaat het rest van de prei erin. En de mie gaat erin. En dan gaat het gas uit en als je het wil gebruiken dan bak je het even op. Een scheutje ketchup zit erin. Hier komt de rest van de prei, die gaat er nu ook bij. Ik laat de rest van die prei niet meer meekoken, dus het gas gaat nu uit. Even goed door elkaar. De net gemaakte mie gaat erbij. Met de sesamolie. Ja. Even goed door elkaar. En dit is het resultaat. Het gas staat uit. Op het moment dat je gaat eten, bak je het even lekker op. En het smaakt voortreffelijk.